onze pijntjes en berekenen ze op een gameplay. Welkom bij een nieuwe aflevering van Mielmonteur Verkende Ruimte. Voor de mensen die nog niet weten, ik heb alle vorige vier Mielmonteurs al gedaan. Sommige niet afgerond omdat het kutspellen zijn. Ondanks dat ze best leuk zijn, nostalgie en shit. Dit is de enige die ik nooit heb gespeeld. Dit is de tweede aflevering. Staf kwam net drie van dezelfde buizen brengen. En ik wil even wat vertellen over mijn vest. Dit ding, anders gaan de mensen weer opvallen. Ik krijg comments. Deze, dat is van een band, Bad Religion. Het is niet dat ik echt controversieel in mijn video's alle christenen belachelijk wil maken. Dat is gewoon van de band Bad Religion. Punk rock, staat hier ook op mijn mouw. Gaat luisteren, fucking goede shit. Vooral I Want To Conquer The World. Ik weet, het klinkt heel erg alsof ik zeg I Want To Conquer The World. Het is in de ziekte, maar het is conquer als met een C en een O en een Q. Dat gaat de moeite. Wat zegt het belletje? Boris wil waarschijnlijk nog steeds de shit. Ik ging Boris helpen met... Oh ja, nou. Schiet die pretraket maar naar de onderwereld. Hé, hey, Duitser. Kijk eens hoe dat fonkelt en glinstert. Zoveel mooie sterren aan de nachtelijke hemel. Schön, jawohl, aber Stern, nein. Het zijn niet alleen sterren die glinsteren, sommige daarvan zijn planeten. Maar zeg, wat is dan een planeet en wat een ster? Dat weet ik niet. Ja, een ster is als een grote brandende bol gas. Oh ja, een ster brandt natuurlijk, ja. Zoals onze zon, een planeet, draait rond een ster, aber brandt niet. Dat wist ik eigenlijk wel. Er kan leven op bestaan. Ja, op een ster kan geen leven bestaan, dat is een grote brandende bal. Als je op een grote brandende bal leeft... Hoeveel banen hebben alle planeten in ons zonnestelsel samen? Minstens 63. Maar we kunnen er nog altijd meer ontdekken. De 69. Ga voor de 69, Miel. Ik wil die raket van je afschieten, je pretraket. Dat is een stuk mooi even kijken. Dan moet ik naar het ruimtestation, dat is deze. Het ruimtestation. Het ruimtestation. Waarom de fuck is er opeens een robot? Wow! Schiet maar af die zooi, Miel. Iets fantastischer. Hoppakee. Yay. Daar heb je hem. De robot. Doe me een beetje denken aan de robot van Bassie en Adriaan. Vraag me niet waarom. Dat klinkt misschien dom, maar de robot van Bassie en Adriaan, dat is die. Misschien, I don't know. Nou ja, ik dacht ik vertel wat over mijn vest. Ik vind het vest heel fijn. Ik heb hem echt voor 50 euro gekocht of zo. Dus ja. Ik ben te lui om hem uit te doen voor de video. Ik had hem ook uit kunnen doen. Ja, misschien is er al een keer eerder in beeld gekomen, want ik heb dat vest best vaak aan. Mensen vertelden me, je hoeft er alleen in te rijden. Heb ik in de comments gelezen, dus dat scheelt. Nu zaten we ergens tegen. Oei oei, nu moeten we helemaal opnieuw beginnen. Wat? Dat was toch de bedoeling? Fuck Miel. You high? Oh, ja, zo is het dan. Beter. Ziezo. Ik kan er helemaal niet alle kanten op, leugenaar. Nou. Ja, nee maar, wat een bouwsel. Daar is hij, Boris Borst. Borst. Ik hoor geen woord van wat hij zegt. Kapotte communicatieradio, die moet hersteld worden. Hoe kan hij? Hier moeten enkele delen op hun plaats gezet worden. Oké, cool. Wat hebben we allemaal? Waarschijnlijk moet het gewoon een gezichtje worden, dus dan moet deze hierop. Boah, wat heb je een gek hoedje op, man? Hey, gekke smoel. Order op, kabam. Hallo, kan je me horen? Klinkt nogal zacht. Ja, juist, ja, het luik. Dan gaan we maar naar binnen. Woe! Ja, gewoon een botje naar de aarde. Gewoon midden in de lucht zweeft een botje op grond met naar de aarde. Hoe ga ik erin? Boris, wie heb ik aan de lijn? Hallo, hallo. Welkom, Tabaritsch, in mijn eenvoudige woning. Ja, ha? Ziet het er hier zo uit? Nee. Ja, dit is een oude ruimte. Manier wordt gebruikt. Trouwens, ik zou wel een nieuwe luchtfles kunnen gebruiken. Een nieuwe luchtfles? Dat is dan jammer. Ach zo. Ja, dan gaan we dat proberen te regelen. Bedankt, mijn vriend. Hij is gewoon aan het doodgaan hier, zonder lucht. Nog goed dat ik naar de radio kon luisteren. En dit zei ik dus al aan het begin van de serie. Het kut is, Boris klinkt gigantisch zachtjes in de ruimte. Dat is echt kut geregeld. Hij heeft dus wat nieuwe lucht nodig. In principe maken ze in de ruimte volgens mij gewoon van koolstof dioxide gewoon weer lucht. Ik weet niet of ze daar planten voor gebruiken. Voor mij doen ze dat heel anders met een speciale machine. Maar ze hebben in ieder geval ze hebben geen zuurstofflessen mee volgens mij in de ruimte. In het algemeen, want ze blijven daar heel lang. Dus dan moet je heel veel zuurstof meenemen. En iedere kilo die je meeneemt... Oh, even een leuke uitleg. Hier heb je dus je zuiveringsinstallatie. Ja, al het water van het ruimtestation wordt gereinigd. Niets wordt weggegooid. Afwaswater en pipi. Alles wordt tot één brei verzameld. Hier maken we het weer proper. Proper. Je bent saai, Boris. Ik wil je ruimteverhalen niet horen. Nee, ik heb geen lucht. Ga maar dood. Jee, we gaan naar de aarde. Woo! Klik dan op het luik. Ik vraag me af hoe landt Miel. Vliegt hij gewoon met die raket in het meer? Poof.
Want een raket op aarde landen lijkt me een stuk moeilijker dan er vanaf schieten. Nou, we gaan even kijken wat spel dat we kunnen doen. Hallo, mijn Boris. Je bent toch niet vergeten dat ik luchtflessen nodig heb? Je bent toch niet vergeten dat het me niks boeit, Boris? Heb je daarover nagedacht? En waar gaan we eens langs? We hebben nog heel veel mensen die we kunnen bezoeken. Hier kun je nog een keer naar Stafsrood? Arno Adel. Zullen we een juffrouw zien? Is die er? Hier geen juffrouw zien? Hier woont Vicky Vitamin. Hier woont de schilder Pieter Palet. Dan gaan we even langs Pieter Palet. Hartstikke leuk. Hier woont Peggy PC. Hoe gaan we naar Pieter Palet? We gaan rechts. Ze is zeer handig met computers. Redelijk rechtdoor. En dan naar links. Vanaf auto's perspectief. Oké, okay, cool. Als het goed is. Ik ben ook maar slecht in routebeschrijvingen. We gaan deze kant op. Ik ga kijken of ik zonder op de kaart te kijken aan kan komen met Pieter Palet. Heel en huidzig. Ja. In principe vind ik dit wel de vaagste Mielmonteur. Alhoewel Mielmonteur buiten vliegtuigen. Mielmonteur 3 is ook redelijk fucked up hoor. Wat een kutspel is dat. Ik heb nog steeds een opname van 11 minuten. Waar ik nog 4 minuten aan toe moet voegen. En heb ik een aflevering. Dus ik kan binnenkort gewoon nog eventjes verder gaan met vliegtuigen als jullie willen. Hé, hey, hier is hij. Gevonden. Hier woont de verfartiest Pieter Palet. Yes. Hallo Miel. Kunst. Hallo. Van alle kleuren de kleintjes. Ik vind blauw het mooist. Of nee, geel denk ik. Nu ja, ik ben nog over wit aan het nadenken. Maar dat is toch geen kleur? Hmm? Alhoewel, zonder wit zou zwart moeilijk zichtbaar zijn. Wat een filosofie, zonder wit. Ik vind het ook bullshit dat wit eigenlijk geen kleur is. Waarom zou wit geen kleur zijn? Het is toch gewoon iets waar er is iets een kleur? En dan zeggen ze, ja, het is een tint. Nou, natuurlijk, je hebt wit en zwart en alles tussenin is dan een tint van wit en zwart. And I don't know. Zeg allemaal wit alle kleuren samen, is geen kleur. Ik vraag me af. Zal waarschijnlijk de gemiddelde kijker zeggen. Maar ja, groen is bijvoorbeeld ook weer twee kleuren samen, weet je. Voor mij is dat niet waar. Ik weet niet welke. Ik ben niet zo goed met kleuren mengen. Nee. Was dat alles, Pieter? Ja, ja. Je hebt wel een... Nou, ik ga weer weg op Pieter als het zo moet. Ja, de vraag is vooral, hoe moet ik Boris een zuurstoffles geven? Artiest Pieter Palet. Waar moet die zuurstoffles vandaan? Nou, moet die gewoon uit mijn broek toveren of zo? Van nee, zuig meer aan mijn pik. Dat kun je niet zeggen. Dat kun je niet maken, denk ik. Even kijken, waar de fuck ben ik? Dat is ook wel eens een goede vraag. Waar de fuck ben ik? Oh, Pieter Palet. Ik dacht, ik kijk even op de kaart. Waar de fuck is mijn muiscursor daar zo? Waar ben ik? U bent hier. Daar hier is. Irritante mensen. Oké, okay, ja, gaan we heen. Verkocht. It's a deal. Ik zat toevallig even te kijken of andere Nederlanders ook Mielmonteur verkende ruimte op YouTube deden. Eentje had hem uitgebeeld in 5 parts. 5! En Gaston Kersel. De gemiddelde Mielmonteur game heb ik 15 afleveringen voor nodig. 15. Hallo Miel. Hallo Miel. Wat is je lievelingskost, Miel? Poep. We stellen de menukaart voor volgende week op. Ja, ik lust wel heel veel, maar die stikminuut van jou en Gaston smaakt altijd uitstekend. Ja, een goed stuk vlees dus. Bien sûr, maar dat staat sowieso op ons menu. Oh. Nog iets anders? Ja. Een boterham met gerookte zalm is nooit slecht. Oké. Okay. Nou, Miel, je moet je al je bek houden. Ik ga toch even gerookte zalm verkopen in mijn vante tent, man. Hey. Ik heb wel geleerd. Ja, dit plekje is namelijk ook een Mielmonteur bouwt huis, hè. En toen is dus een kijker van mij vertaald. Chanou, ik heb al heel jaren geen Frans meer. Staat voor van ons. Dus dat gaat heel veel. Ik weet dat heel veel Franse dingen, Franse tentjes de naam Chanou hebben. Staat dus voor van ons. Hier woont Sam Scribbler. Sam! De journalist. Zit al sinds Mielmonteur 2 in het spel en hij wil niet weg. Hallo. Zeg, Miel. Wat een knaller van een nieuwsbericht. Wat een meteorinslag. Te kunnen brengen over het eerste bezoek aan de aarde door buitenaardse wezens. Ja, een vreemdeling is immers een nieuwe vriend die je nog niet hebt leren kennen. Zeker. Wow. Maar bedenk eens. Wezens uit een ander zonnestelsel, een ander sterrenstelsel, een ander heelal. Ik probeer het. Maar het is moeilijk om zo ver te denken. Maar Miel, gedachten overwinnen toch elke afstand? Denk je aan de maan, dan ben je daar van zodra... Oh, kut, ik schiet de volgende filmpje door om spatiebak te drukken. Waarom probeert serieus ieder cutscene dingetje ons een filosofische levensles te leren? Serieus, dit spel is echt gemaakt voor mensen met een IQ van 146 of zo. Ja, 146 is precies het IQ van de gemiddelde kijker van mijn video's, dus dat is goed. Komt goed uit. Tenminste van mijn Mielmonteur video's. Hier verblijft Fiona Valk. Fiona. De volgende bekijkster. Hallo Miel. Hallo. Hoe gaat het ermee? Vrij als een vogel. Ja, vrij als een vogel. Het is niet te verwonderen dat ik door vogels en wolken gefascineerd ben. Maar zeg eens, waarom zegt men eigenlijk
arendsogen hebben. Omdat arenden zeer goed kunnen zien. Een arend kan een muis zien bewegen door het gras van op grote hoogte. Maar zeg eens, Fiona, uilen zien toch ook goed 's nachts? Iemand die goed zit in het donker moet dan uilenogen hebben, nietwaar? Fucking grappig, Miel. Je moet echt stand-up comedian. Kijk met mijn verrekijker. Miel, je moet echt stand-up comedian gaan noemen. Comedy gaan noemen. Jij bent zo grappig. Oh, als je die bij mij thuis had verteld, ik had dubbel gelegen, man. Roffel, roffel. Ai, oh, val. Oh, de uilenogen. Zo, hé. En weet je, mijn testikelen noemen ze ook wel uilenballen. Ik weet niet waarom, omdat ze heel smerig zijn. Wat? Ik heb wel echt een keer in echt uilenballen gevonden, best cool. Het zijn maar een stukje dons. En dat kun je dan ontleden. En dan zitten er allemaal botjes in. Want ze poepen zeg maar een rat en een muis in ieder geval gewoon weer uit. Met ja, ik weet niet precies waar die dons vandaan komt. Misschien is het gewoon een vieze schimmel. Ga even naar Arno, gewoon hier voor de YOLO. Arno Adel. Of moet je misschien zeggen Arno van Adel. Hij is wel een beetje fijngevoelig. Dag Miep. Hallo. Hoe zou de wereld eruit zien als men nooit iets zou fixen? En nooit eens een feestje bouwde? Ik vraag het maar, hè. Geen idee. Maar ik kan me voorstellen dat het dan wat rustiger zou zijn in de wereld dan. Met de vlam in de pijp. Geef gas, Miel. Ja, ja. Oh, met de vlam in de pijp. Wat is dat voor uitspraak? Met de vlam in de pijp. Hij heeft hier ook gewoon rennen met een of andere willekeurige bitch in zijn zwembad. Tijd om eens verder te gaan. Tijd om eens. Niet iets kuts te doen met mijn leven. Ik ga naar huis. Zoek het maar uit, bitches. Is dat nog steeds zeker Boris die zuurstof wil? Ja, maar waar haal ik die zuurstof vandaan? Heb ik gewoon ergens zuurstof liggen of zo? En even mijn tank? Wat? Even zoeken. Wat is dit? Een oude radio met lampen. Lampen. Nou, hier nog wat stukjes onderdelen. Wat is dit? Geschikt interieurspul. Cool. We gaan even kijken of ik misschien een zuurstoffles gekregen heb van het spel, dus. Je weet het nooit met Mimot. Oeh, gitaar. Dat is wel belangrijk. Sommigen noemen dit schroot, maar die weten niet dat je alle oude dingen opnieuw kan gebruiken. Ja, anders zou ik zeggen dat staf stroop misschien zuurstof heeft. Of, door het dieseltje weer. Wat een ding. Mooi is hij niet, maar misschien zit je er wel goed in, hm? Ik ben nou niet mooi, maar ik zit hartstikke lekker op mijn stoel hier. Wat? Hippie teken. Liefde, vrede en verdraagzaamheid. Wat wil je meer? Een schip. Dit was ooit het meest vooruitstrevende voertuig van de mensheid. Een driemaster. Oké, wat zegt hij over de smiley face? Een degelijk ding. Een degelijk een ding. Een degelijk ding? Wat? Wat is best zonde, want bijna ieder item op een paar dingen naast, als een degelijk ding zullen we wel meerdere dingen hebben. Maar bijna ieder item hebben ze een stuk tekst ingesproken en bijna geen enkel kind luisterde daarna. Als kind boeide mij dat nooit wat niemand over deze ladder te zeggen had. Een fijn oud ding. Oh ja. Een fijn oud ding. Een fijn ja, die home trainer moet sowieso een raket. Laten we eerlijk zijn jongens, als je naar de maan moet dan moet je wel een home trainer bij je hebben. De vraag is nog steeds, hoe kom ik aan die zuurstofflessen? Als iemand in de reacties iets weet, hou geen... ik ga even naar de maan toe ondertussen. De maan. De maan. 449,6 miljoen kilometer. Dat is best veel. Temperatuur, geen idee. Hoe kun je nou niet weten hoe warm het is op de maan? Meer gegevens, geen idee. Nou, zijn er meer gegevens? Nee. De maan is juist van alle planeten degene waar het meest vanaf. Precies daar wezen, geen idee. Landing mogelijk, geen idee. Landing mogelijk op een maan? De maan van de maan? Saturnus. Waarom zet je al die dingen neer als je geen idee hebt? Uranus. Landing mogelijk? Nee, te ver weg. Nou ja, Miel, verdurie. Landing mogelijk? Ja, maar dat ligt te ver weg. Je wil zeggen dat je wel op Pluto kan landen, maar het ligt... Pluto is niet eens een planeet! Miel! Oh! Het is al jaren geleden vastgesteld dat Pluto geen planeet is, omdat hij te klein is. En dat had te maken met, je hebt ook de Kuipergordel. Dat is ook ergens in het sterrenstelsel. En de Kuipergordel heeft eigenlijk al brokstukken. En die zijn bijna net zo groot als Pluto, volgens mij. En daarom hebben ze gezegd, ja, of de Kuipergordel moet allemaal planeten bevatten, of Pluto is geen planeet. Zeiden ze, nou, Pluto, flikker maar op. En dat is de reden waarom Pluto geen planeet is. Omdat als we zulke kleine dingetjes al planeten gaan noemen, dan verandert onze hele betekenis van planeet. Wat trouwens voor jullie wel leuk is, de video is opgenomen in niet 16:9, geen YouTube formaat. Dus ik stretch de gameplay een beetje. Merk je bijna bij geen enkele gameplay. Soms past het meteen, maar sommige games moet ik dus
stretchen. En dat zie je dus, want bij mij is het een perfecte cirkel en bij jullie is het meer een beetje een ovaal. En dan zie je dus dat ik de video naar de zijkant trek. En dat heb ik ook eens bij mijn facecam, zodat mijn gezicht wat dikker is, soms mijn aantrekken wat meer in de hoogte. Maar meestal bij mijn facecam niet omdat ik een vast framepje heb, wat van dezelfde grootte. Maar je ziet dus wel dat ik hoe ik eigenlijk mijn video rek. Maar heb je in principe door de hele game heen geen last van, maar nu omdat het dus een perfecte cirkel is wel. Wat grappig. Even kijken, één Duitser. Hallo, Mild. Guten Tag. Professor, is de ruimte oneindig? Vragen, vragen, vragen. Ja, ik denk het wel. Of misschien ook niet. Maar heb ik als het weer aan? Oneindig is, wat ligt er dan achter? Nog een heelal misschien? Nou, nogmaals, ik ga lekker verder schrijven met mijn kutwerkstukje voor juf Linda. Nou, veel succes. Ik hoop dat je nog voldoende krijgt voor juf Linda. Het is wel, wat nu ongeveer bekend is over, ik weet niet eens of dat waar is. De mensen zeggen dat het heelal is niet oneindig, alleen het blijft oneindig uitdijen, zeg maar, door de Big Bang. Dat kun je zien. Je kan zien dat alle planeten gaan bij elkaar vandaan. Iedere planeet gaat bij elkaar vandaan. De aarde en de maan, ieder jaar gaan die een centimeter bij elkaar vandaan of zo. En daarin kun je dus berekenen, want ze versnellen ook nog eens. Ik weet niet of ze met de constante snelheid gaan. Voor mij gaan ze met de versnelling. Dat kun je zien aan een Doppler effect, weer lichtverschuivingen. Weet je, leer allemaal met natuurkunde als je verder gaat in natuurkunde studeren en zo. Maar daaruit kun je afleiden, omdat alle planeten bij elkaar weggaan, kun je afleiden dat ze ooit allemaal samen een punt waren. Dat was dan de Big Bang. Maar omdat alles bij elkaar weggaat, moet het universum wel uitdijen. Dus ja, dat weet je daardoor, dat het steeds groeit. Dus ja, als iets blijft groeien, is de grootte in principe oneindig. Als ik zeg, ik heb 1, plus 0,1, plus 0,01. Je denkt dat het getal is niet oneindig, maar het getal is oneindig. Want er komt iedere keer een heel klein stukje bij. Dus heeft het geen einde, is het oneindig. Bas, boom, bim, bam. Dat is heel raar, want het is misschien nog steeds, het zal nooit groter dan 2 centimeter zijn. En toch is het oneindig groot. Denk daar maar eens over na. En vergeet de video te liken als je hem leuk vond voor deze heerlijke mindfuck met Miel Monteur. Miel Monteur verkent de mindfucks. Vergeet de video te liken als je hem leuk vond. Volgende aflevering ergens deze week misschien wel weer. Ik weet dat jullie deze serie heel leuk vinden. Ik zal kijken of ik nog verder ga met Miel Monteur vliegtuigen, aangezien die ook redelijk chill is. Best grappig, beetje rondkut in je zelfgebouwde vliegtuigen en zo. Kijk zeker even in de afspraak met alle kindergames. En daar zijn ook alle Miel Monteurs in, als je nog geïnteresseerd bent in Miel Monteur games. En anders bedankt voor het kijken voor deze aflevering. Vanavond komt Community Craft, eerste aflevering. En ja, nou, mensen zeggen, oh Rick, je gaat jij de kanaal commercieel maken. Nou, ik heb deze week alleen maar leuke gameplays gedaan. En je moet gewoon doen wat je leuk vindt. En ik vind het momenteel Community Craft gewoon een heel leuk concept. En ik vind Miel Monteur ook heel leuk. En hier ben ik bij Miel Monteur. Bedankt voor het kijken voor deze aflevering. Vergeet niet te liken met de volgende aflevering. Doei!